Generations. Harry Potter, oh, Harry Potter en de Generations. Ja, ik heb een plek gevonden voor Infinite Smackies. Infinite Smackies? Please give me the Infinite Smackies. Waarom krijg ik pompoentaartjes? Nee, dat is Infinite Smackies. Ja, het zijn geen pompoentaartjes. Heb jij tegen me gelogen, is nu de vraag. Nee, want je hebt die plekjes waar je heel veel smackjes uit kan krijgen. Maar er is ook inderdaad wel een kans dat er pompoentaartjes uitkomen. Maar hoe vind ik die plaats? Dat is zoeken. Zoek en je zult vinden. Vind je niet, is het zoek. Ja, maar jij weet dat het bestaat. Dat is niet eerlijk. Het zit... je moet nog wel een stukje verder naar beneden toe. Dus je hebt nog wel even te gaan, zullen we zeggen. Je moet nog verder naar beneden. Maar het is wel in deze gangen waar ik nu ben? Nee, nog verder naar beneden moet je. Ik zie niks, want ik kan de camera niet draaien. Wat gebeurt er hier? Ja, ik zit ondertussen al op 43 smackies. Maar waarom kan ik hier niet weg? Oh, er moet zo'n duwding heb je daar. Ja, maar ik zie niks. Hij zit net aan de rechter. Daar. Okay. Ja, dat kwam alleen maar omdat ik mijn camera weer niet kon draaien, zei ik. Ai. Ja, weet je wat we moeten doen? Dan gooi je die camera gewoon de deur uit, joh. Oh ja. Dus als het goed is, zit er daar ergens nog een kruipruimte. En daar moet je zijn. Zo, oh ja. Het zou helpen als mijn camera gewoon omdraaide als ik dat nodig had, jongens en meisjes. Oh, er zit opeens een beest. Ja, die had mij ook geraakt. Maat, hoe moet ik weten dat dat beest er zit? Hier? Nee, verder naar beneden, verder naar beneden, verder naar beneden. Zo, ik heb er nu 69. Nice. Number 92, Xavier Rashcrick. En dan is het aan jouw linkerkant. Zo, ik heb er nu 75. Oh, je kan dan in en eruit en dan kan je weer opnieuw smackjes pakken. Ja, je moet er in en eruit en dan zijn die boxen weer gerefilled. Lol. Dat is een fout in de game. Ja. Dat is een fout in de game dat je... dat is alleen bij deze ruimte dat de smackjes opnieuw komen. Oh, ik moet er nog 4, nog 6. Dan heb ik er 100. Het enige jammer is alleen, alle Homora kun je alleen halen in de nacht. Huh? Hoezo? Dan is de winkel van Fred en George open. Oh, hij is overdag niet open. Nee. Ik heb er 100. Op naar vliegles. Welke verdieping zou het trouwens? Welke verdieping is dit? Oh, het scheelt Milan, want je bent wel al op de tweede verdieping. Je loopt de verkeerde kant op. Oh, hoef je er geen 100 te hebben? Ik heb nog niet zo'n zakje, hè? Oh, ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Dus ja, die kost maar 20 smackies, zo'n zakje. Ja. Jettetee. Ja, Ron is hier gewoon al. Hoi Ron, doei Ron. Ron die dacht van, ga jij maar lekker smackies spannen? Ga jij maar even lekker ding doen, ik zie jou beneden wel. Ja. Maar Milan, hoe voelt het nou gewoon dat jouw afdeling nu paars is? Ja, pijnlijk. Ja, nee, dat...
Ik ben heel teleurgesteld, heel erg. Wat? Waarom is dit ineens fast travel? Go fast travel! Ai, ai, ai. Oh, we moeten weer even opnieuw laten zien dat we kunnen vliegen. Oké, okay. Dat is goed. Mike, je weet dat ik niet zo heel ver meer achterloop nou, hè? Ja, yeah, I know. Moet je die kant op? Ja? Ah, wow. Snel. Ik zei het toch, fast travel? Although you all apparently learned to fly last year, the apparently is directed at you, Mr. Longbottom. A brief refresher course is in order. Potter, lang komt. You still have that natural flying ability. Lang komt. Longbottom. First of all, test your broom control. Fly up and hover a few feet from the ground. Ja, maar ik heb ook meer tijd besteed aan het zoeken naar de juiste ruimte, hè, Milan. Dus. Oh. Wel goed vliegen. Oh, de controles zijn nu wel fijn met vliegen. Ik wou net zeggen, het ziet er veel soepeler uit dan in de eerste. Ja, maar dan komt het omhoog, is nu ook omhoog. Wow. Ready, Potter? Use A to accelerate. Oh, dit is veel prettiger vliegen. Yep. Dan moet je nagaan. De bezem om te vliegen krijg je veel eerder in deze game. Oh. Moeten we wel weer even wennen dat, dat omlaag omlaag is en omhoog omhoog. Ja, dat went zo, weet je. Het is nog steeds de bedoeling dat er een nieuwe Quidditch game uitkomt, hè? Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Oh, hoezo draaien ze ineens rond? Om jou te pesten. Ze worden kleiner, draai rondjes. Elk rondje is anders. Ja. Weet ik maar, joh. Wow, wat gebeurt er allemaal, maat? Ja, dan zeg ik, die rondjes voor de kleine, draai rondjes. We weten dat ze zometeen ook nog rechten hebben, dus... We moeten niet, nu niet zulke gekke dingen zeggen. Oh, kut. Ja, maar je weet maar nooit, hè, dus... Nou, ik heb... Yes! Ik heb een 10. Ik ga mijn derde spreuk ophalen. Oh ja, maar het is heel spannend, jij. Ja, maar hij pakt hem elke keer niet. Good effort. I'll give you een B! Yes, ik heb ogen gescoord aan Milan. Bankering. Yeah, featuring Nando. Ja, I'm featuring. Wow, hoezo krijgen we nu al... We hebben nu al 70 punten. Ja, ik heb zit op 70. Moet ik gewoon teruglopen nou, ja? Nee, ik kan naar bed. Oh, ik kan naar bed? What the fuck, dat is een korte dag. Ja, maar dat komt voor mij heel mooi uit. Ja, want jij gewoon een points. Hé, hey, wat is dit? Toen zwart er geen 2 punten meer. Dan wordt hij vals gespeeld. Ja. Omdat jij een loserboy bent, denk ik. Jij hebt zeker een PlayStation 5. Gryffindor. Zo. Hier, jij hebt hem 60. Hufflepuff. Ravenclaw. Op naar Percy. Slytherin. Ha! Ik sta eerste! Wat? Zo doe je dat! Dat jij zo wilt winnen. Yeah! Zo'n soundboard is wel leuk. Ja. Ja, ik moet alleen nog steeds van Sander aankomen, maar ik moet hem er nog steeds een bericht over sturen. Maar die man is druk. Ja, dat is zijn ding, druk zijn. Ja. Dat is zijn personaliteit, druk zijn. Oh, oké. Het positieve is, we krijgen 4 spreuken, want we krijgen nu ook Defendo. Tenminste... En ik suppose you want me to get him out. Would you? That's... Oh, natuurlijk, ik weet ook echt wat het is. Of you are, eh?
Ja, ik weet ook echt waar Greenhouse 3 is. Ja, naast 2. Ja, tussen, ja, ergens langs 1 en tussen 2. Wat? Ik moet... Oh. Ik moet ook nog naar de beep. Beep. Beep, beep, beep. Ja. Dus je moet naar de greenhouse, je moet naar de beep. En ik moet allemaal moralen. Hi Percy, doei Percy. Rada! Hij loopt ook gewoon rustig voorbij. Hoi Fred, hoi George. Ik kom even deze ophalen, was gezellig, de ballen. Zo, en toen hadden wij alle homora. Dat jij zo wilt weten. Oh, wat? Ik hoorde net zo'n stemmetje. Hallo, wat is er weer? Er was zo'n raar stemmetje in mijn headset die zei: hallo, homora. Oh, eng. Ja, maar ik zei: ik denk dat jullie zo meteen ook hebben bij Defendo. Bertie Bott's beanbag. 20 Bertie Bott's every favorite beans. I like to die by that place. Hey mate, I like to buy that please. Hij heeft gewoon een Loa Mora gekocht, hè, die bit. Maar natuurlijk! Die bitta. Ja, deze bitta die haalt gewoon alle Loa Mora op. Maakt hem helemaal niks uit. Alles voor de winst. Zeg, maar ik moet wel zeggen, Percy is wel makkelijker. Ja. Dat was niet mijn bedoeling. Dit was mijn bedoeling. Oké, waar is de beep? Beep, beep. No, dus je moet en naar de beep en naar de greenhouse. Ja. Zou je willen ook nog dat we er gaan voeren? Oh, Mila, je kunt nou beter de trap nemen voor in verband met... activatie cutscenes. Dat snap ik. Maar ik moet... eerst eventjes... kijken of ik ook Aloha Mora nog kan fixen. Ja, oh, dat is helemaal goed. Maar die camera, echt. Maat, het lijkt wel alsof ik Super Mario 64 aan het spelen ben. Zo kut. Oh. Waarom kijk jij zo depressief haast onthoofd, Henk? Nou, misschien omdat hij haast onthoofd is. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Nee, maar dat is al 500 jaar geleden. Oh, library. Top. Die is hier. Ik word aangevallen door boeken! Shut me erop. Is dit... Waar... Oké, hebben we twee... Zit er een verschillende library dan? Incendio Chamber Challenge. Oké. Ik hoor tot nu toe echt alleen nog maar oude spells, zeg maar. Ja, ik zei Incendio alleen maar. En volgens mij krijgen we wel nieuwe. Oh. Dat is de verkeerde. Ja, oh maar... shit, oh shit, oh shit. Jij zei... we moeten voor Hermeline toch... Wacht, nu gaat er iets niet goed. Nee, we moeten voor Hermeline inderdaad naar de beep. Ja, maar we moeten voor Hermeline Defendo gaan halen. Ja? En je kwam net Incendio tegen. Oh nee, dat was gewoon de uitdagingskamer. Ja, oké, okay, maar dat zijn allemaal oude spels. Ja, nee, nu is echt. Oh jee, wacht even, zorg, wacht even. Ik heb het heel even druk. Maak hem af, wat ik daarvoor. Nee, ik moet zeggen, nee, ik kwam de challenge chamber voor. Wacht, ik zal dus hebben. Nee, want ik heb nu kort kruiden. Kijk, want je hebt Incendio, Incendio. Volgens mij krijg je wel een nieuwe spreuk, ik weet even niet meer welke het is. Ja, dat vind ik juist goed aan de computergames, dat er eigenlijk altijd heel veel nieuwe spels zijn. Ja. Zo, het boek heb ik gehaald. En ik moet nu nog naar de... Is hier toevallig met een doorwerf? Is hier Is hier toevallig een deur met alle homora erop? Alsjeblieft. Please. Help. Alsjeblieft. Zet dat hij hier is.
Oh, wat is het zo rustgevend muziekje ook in de bieb. Dat is fijn. Fijn dat jij... Oh ja, ik weet, ja, we krijgen inderdaad een nieuwe spreuk. Twee zelfs. Welke dan? Ja, in de PC, in de computergame hebben we er eentje gehad. Rick de Sample? De Plasma. De Plasma ook in deze? Oh, dat is de Plasma zit ook in deze. De Plasma zit ook in deze game gestopt. Oké. Okay. En welke nog meer? Ik weet de naam er niet van, maar het verandert een steen in een vogel. Oh, Avonforce? Zou best kunnen. Oh, shit. Oh. Nee, je hebt me niet gezien. Ja, laat die loco los, want het is maar lekker in je... Zo'n kut, hè? Ja, laat die loco morto mortis maar lekker in je toverstafje zitten. Op naar... Nee. Sterf, boek! Nee, mij met rust laten. Zo, en toen hadden wij ineens weer 5 beams. Heb je nou alweer 100 smackies? Nee, ik heb er 10. Oh. Dus, Nou, worden we meteen weer gespawn hit. Oh, dat valt mee. Oh ja, wacht Milan, je hebt trouwens ook nog een voordeel in deze game. Want ik had je verteld dat je puntenaftrek krijgt bij... puntenaftrek krijgt als je gepakt wordt. Ja. Ja, dat heb je dus ook als je kwast bent. Oh, what the fuck? Maar dan voor zwadderig. Maar volgens mij is het toch zo ingesteld dat je eigenlijk altijd eerste wordt. Nee. Nee? Dat is alleen bij 1. Dat is alleen bij 1 zo. Want ik heb regelmatig wel eens meegemaakt dat ik bij sommige games tweede werd. Oké, welke kant op is de greenhouse? Oh, spawn it, nice, sit in. Oh, hier is de greenhouse. Ja, je moet er nog 7. Ik heb alleen nog geen Alohomora deur gezien. Oké, waar moet ik heen? Oké, het is hier, daar weet ik. Geen spannet. Oh, die kan je oprapen? Hello there, young Harry. Where are you off to in such a hurry? Hello, Nick. I'm just doing something for Hermione. Even Alohomora fixing. So I'm afraid I can't chat for long. Not to worry, young Harry. You cut along now and I'll see you some other time. Good night. Good night, heestend over de Hink. Okay, op voor Defendo. Waar is Defendo? Waar is het boek? Waar is het verstopt? Nee, deze kant ga ik niet op. Deze kant ga ik ook niet op. Oh, ik ga trouwens wel deze kant op. Deze kant is... Oké, ik heb een hele familie omgelegd in één keer. Oké! Daar hou jij wel van, hè? Dat doe je in het echte leven ook. Nou. Au. Ik heb Defendo. Nice. Nicing on the cake. Oh, wat? Au. Oh, het is nog een halve minuut. Harry, sta op, jongen. Ga niet slapen. Doe dit lekker je echt uit. Wil jij ruilen? Nee, ik wil niet ruilen. Want van ruilen komt huilen. Oh, ik heb hem. Oké, ik heb iets gevonden voor potions. Oké, prima. Helder. Fijn. Flibbity gibbet.
De tijd is om. Oh, stoppen maar. Ik heb laadscherm. Mooi zo. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.